Ja, beste Gert. En hoe komt het dat er maar 6 plaatsen zijn in de finale? Ja, dat zal ik eens even uitleggen, Gerard. Ik ben benieuwd. Het is je misschien al opgevallen dat de dames van K3... niet alleen hele goede vriendinnen zijn, heel goed kunnen dansen, heel goed kunnen zingen, ontzettend populair zijn, maar dat er ook een zwartharige dame tussen zit, een roodharige dame en een blonde dame. Zeker. Die traditie willen we natuurlijk in de toekomst graag behouden. Ja. En dat wil zeggen dat de finale volgende week wordt gespeeld tussen 2 zwartharige kandidaten, 2 roodharige kandidaten en 2 blonde kandidaten. En zoals je ziet, klopt dat niet helemaal. Nee. Dat wil zeggen dat meteen na dit programma zij die doorgaan een bezoekje zullen brengen aan de kapper. Zodanig dat we volgende week van elk 2 hebben. Dit programma zit werkelijk vol met verrassingen. Ik vind het ongelooflijk leuk. Het worden andere kleuren, Niels. Ja, inderdaad. Andere kleuren bij dezelfde meisjes. En ik hoor 1 ding heel vaak terugkomen. Dus, oh my god. Ja, voor vrouwen is dat inderdaad waarschijnlijk wel even schrikken. Nora, heb je ooit al eens een andere kleur gekregen? Ja, ik ben al blond geweest en roodharig. En ik heb ook donkerblauw gehad. Oh, voilà. Donkerblauw. Oké. Okay. Klinkt veelbelovend. Nora, jij zou er zo uitzien als je een ander kleurtje krijgt. Kijk, we hebben dat even gecheckt. En ik denk dat we nog een paar mensen klaarstaan hebben. Dit is... Oh, amai, ik had ze bijna niet herkend. Dit is Yendra. Yendra, als ze een bruin kleurtje zou krijgen. En ik denk dat we er nog eentje hebben. Dat is Lisa met blond haar. Zelfs dat zou dus allemaal kunnen. Zeg maar, dames. Misschien hebben jullie dat nog niet helemaal fit, maar dat betekent dus, na wat Gert zei, dat jullie een rechtstreekse concurrent krijgen. Het wordt dus niet bijvoorbeeld de ene bruine en de andere. Nee, het wordt of-of. Dus, Marten, tegen wie wil jij het absoluut niet opnemen? Van wie heb je het meeste schrik? Eigenlijk was ik zover nog niet, met mijn gedachten. Nee, maar dat is toch... Ja, nee, inderdaad. Dus vanaf nu krijgen jullie eigenlijk rechtstreeks concurrentie, want jullie zijn allemaal vriendinnen geworden, dat weet ik ondertussen, maar dat zal nu toch een beetje moeilijk worden de komende weken, of zie ik dat verkeerd? Dit is even... Ik moet het even verwerken. Ik ben blij dat ik naar de kapper mag. Wat zeg je? Ik ben blij dat ik naar de kapper mag. Nu kijk, welk kleurtje jullie wie gaat krijgen volgende week, dat zullen we zien.